access the network through. Lang niet alle 80 betrokken studenten kunnen aanwezig zijn vandaag, want het virus dat zij onderzochten dwingt hen ook op afstand te blijven. We hebben studenten in Australië, in China, die proberen dus met tijdsverschillen de cursussen live te volgen. Wij spreken Kabir uit India, Isabella uit Slovenië en Astrid uit Nederland. Zij maakten gezamenlijk dit soort animaties. GDPS's inside of the cell. Om uit te leggen hoe het virus op het allerkleinste niveau onze cellen binnenkomt. En vooral ook hoe het vervolgens onze cellen te lijf gaat. Je realiseert je zo snel hoeveel de meerderheid van de mensen eigenlijk gewoon niet weten over het coronavirus. So I think now it's crucial to know actually the exact mechanisms of how this virus infects our cells. We can see the virus membrane. Toegegeven, het is lastige materie. Op nanoniveau inzichtelijk maken hoe dat virus ons lichaam te snel af is. Maar hoe beter je dit begrijpt, hoe beter je ook kunt ingrijpen. And how would you explain all this, what we just saw, to your parents, for example? I would explain that the coronavirus is really well equipped to trick the human immune system. Our human immune system isn't that well prepared to handle the coronavirus once it starts infecting. It takes over the entire human cell, and once it does that, then the human body really does not have a lot of defense. Je hoort het. Dit zijn de wetenschappers van de toekomst. Aan de andere kant, meer weten van het virus heeft ook invloed op hun persoonlijke levens. Feesten, grote groepen, lekker dansen. Ja, dat zul je deze studenten niet snel zien doen. We're all aware of the pandemic we're in and I'm trying to stay as far away from large groups of people as I can. Ik zit de hele dag thuis. Ik ga nergens eigenlijk naartoe zonder dat het echt moet. En dan zie je andere studenten die dat wel doen en in grote groepen en dat is dan toch wel heel frustrerend.